Hele goede morgen. Het is vandaag vrijdag en wij gaan boodschapjes doen. Yeah! Nou jongens, hij heeft nog steeds dezelfde auto. Woe! Zo, het is vandaag vrijdag. En wat is het vandaag, Nesje? Vandaag ben ik officieel dichter bij een stap om opa te worden. Nesje bezarig! Yay! Nou, wij zijn dus best wel vroeg opgestaan voor ons doen samen. Nessie wil eigenlijk... gisteren om 4:45 thuis, hè? Ik heb er niks van gemerkt, ik was in slaap gevallen. Kapot. Hij had gisteren dus een show. En we hebben eigenlijk vanochtend deze auto al terugbrengen, maar dat is niet gelukt. En wij zijn nu onderweg naar Charan, waar we even inkopen gaan doen. We gaan heel veel vlees kopen, want vanavond komen zijn vrienden langs. En ja, dan moeten we allemaal even eten voor halen. We moeten vanmiddag nog de taart ophalen voor Nessie. We hebben echt een super leuke taart besteld. We hebben het allebei nog niet gezien. Nee. We gaan een taart maken bij Couture Cakes. En ik heb gezegd van ja, Nessie is gewoon heel erg fan van Fresh Prince of Bel-Air. Dus ze gaat dus een taart maken in die thema. Ik ben echt zo, zo benieuwd. Sowieso heeft nog nooit iemand zoiets gedaan. Nee, het is ook best wel een moeilijke thema, vind ik. Ik heb het nog nooit gezien. Tenminste, ja, bij mensen die we kennen. Ik heb natuurlijk wel gegoogeld. Zag ik wel een paar voorbeelden, maar ook niet veel. Ben ik heel erg benieuwd. Dus dat moeten we ook ophalen. En daarna gewoon alles even snel voorbereiden. Ik ga Nessie even helpen. Hij heeft nog maar 7 uurtjes in totaal om het feest te laten slagen. Maar dat komt wel goed. Niks. Nee, er is nog letterlijk niks. Maar het komt wel goed. Dat is echt zo gedaan. Vooral bij mannen is het echt heel erg makkelijk. Gewoon veel vlees inkopen. Gewoon een beetje een mooie sfeer. Oh ja, speakers moeten we ophalen van jouw kantoor. Komt wel goed. Teamwork. Let's get it. Ik ben net ook lekker koffie gehaald. Dit is letterlijk ons ontbijt. We hebben nog niet ontbeten. Weer het dakje eraf hoor, jongens. Leuk hoor, Nes. We zijn aangekomen bij Shahan. En ik ben echt zo blij met deze auto die niet zo piept als je achteruit rijdt. Wat dan? Die andere, als je achteruit rijdt, gaat die sensor helemaal piepen, toch? Alleen deze auto. Ik heb trouwens echt last gekregen van mijn nek en van mijn hoofd. Doordat Nessie me zo heel erg gast en heel hard remt. Het is zo'n lekker weer. Niet normaal. Nessie heeft echt geluk vandaag met het weer, hè? Zo, wij zijn nu bij Shahan en Nesim is nu een beetje speciale drankjes hier aan het uitkiezen. Want hij vindt dit soort drankjes echt super lekker. Ik weet niet of jullie dit kennen, maar het is echt heel erg zoet. En we hebben frikandelletjes gehaald, hamburgers en vlees hebben we ook gehaald. Kijk, het is echt lang geleden dit. Dat is stuk. We zijn nu klaar, we gaan even naar de bakken hiernaast, brood halen en baklava willen we ook nog halen. We zijn nu bij de bakker en dit ruikt allemaal zo lekker, niet normaal. We hebben dus ook van die pizza's, die mini pizza's gekocht. Die Nessie alleen maar straks nog hoeft op te warmen voor de gasten voor erbij. We zijn net klaar bij Shahan, hartstikke geslaagd. We moeten voor de laatste dingetjes nog wel naar de Albertijn. We gaan nu even snel wat eten, daarna gaan we naar Couture Cakes. We hebben er eigenlijk helemaal niet over nagedacht of de taart hierachter wel past. Maar hoe dan ook, komt het wel goed. Nessie heeft vandaag heel veel stress. En ik ben heel de tijd zo aan het, heel de tijd aan het nadenken. Over wat dan? Of het wel gaat lukken? En op tijd? Maar het komt wel goed, joh. Ik ben een beetje aan het geruststellen, hè, Nes? Ja. Oké, okay, let's go. Jongens, daar gaan we. Ik ga dood. Ah! Ik haat dit! Oh, het geluid is toch niet normaal, man? Ik heb echt kriebels in mijn buik. Nou, gaan we weer? Ja, wacht even, het is een beetje langzaam. Ja. Eerst even eten. En wij zijn nu bij Meran. Eten. Waar gaan we eten dan? Ik weet niet, ik ga even kijken. Dat stuk op soms die comments dat mensen zeggen dat wij Twents praten. We zitten lekker buiten bij Meran.
Ik ben anders. Nes, echt geluk met het weer vandaag. Leuk, hè? Je hebt altijd lekker weer op je verjaardag. Had je het vorig jaar ook? En vandaag. Ik had vorig jaar ook lekker weer, ja. Zo. Altijd geluk. Terwijl 19 april is niet per se een warme dag. Nee, ik heb echt geluk. Maar ik heb vandaag ook een heel andere bestelling gedaan bij Meram. En ik ben echt heel benieuwd, want ik ben gegaan voor een zalmsalade. Zo, dit is mijn zalmsalade. Ziet er lekker uit. Ik ga snel eten, want Nesim heeft zijn eten al gehad. Harder! Happy birthday to you! Hey, love man, love, love, love! We zijn net thuis. We zijn echt helemaal gaar van in de auto zitten met de zon recht op ons gezicht. Maar we zijn nu thuis en we gaan zo beginnen met de voorbereidingen. Ik heb even de katjes naar buiten gedaan. Toen zijn we naar buiten gedaan. De katjes zijn even naar buiten. Ik ga mijn huisvrouwen outfit aandoen. En dan gaan we hier lekker aan de slag. Ik ga jullie trouwens even de cake laten zien, want dat heb ik niet laten zien. Kijk, dit is de taart van Nessie. Happy birthday Nessie. En dan kijk hoe vet. Echt, nou, ik had al verwacht dat hij mooi zou zijn, maar niet zo vet. Even serieus. Nessie is er ook echt heel erg blij mee. Vind je het mooi? Tuurlijk. Eerlijk, hij is echt vet mooi gedaan met die kettingen, die hele thema klopt gewoon. Ik heb even lekker een shirtje aangedaan. Ik ga even starten. Deze taart is echt zo vet, niet normaal. Zo, boodschappen deel 2. Hallo, kijk hem filmen. Hallo. We zijn eindelijk klaar met de voorbereidingen. We hebben nu even een break, want deze taart is niet normaal. Wij zijn klaar. Mijn handen stinken echt naar kufte. Ugh, ik heb kufte gemaakt. Nu ruik ik mijn handen helemaal naar. Ik ga even mijn handen goed wassen. Zijn vrienden komen pas over een uur. Maar Nessie brengt mij zo al even naar Honey. En ik moet mijn katten meenemen, want de balkondeur is de hele tijd open. En anders rennen ze de hele tijd weg naar de buurvrouw. Dus die gaan ook mee. Maar ik ga even kort laten zien wat we hebben gemaakt. Helaas kan ik het niet allemaal op de tafel laten zien, want dat is Nessie's taak straks. Ik vind het niet zo leuk dat ik het niet kan zien in het vlog. Ah, joh. Kijk de snacks dan, jongens. Oh my god. Kijk, dit is de kufte die ik heb gemaakt voor hem. Ik heb nog salade gemaakt. Nessie heeft deze snacks hier allemaal gemaakt. Nessie is echt heel goed in overdrijven. Hij heeft gewoon één mega bord met kropslagen. Oh my god, en deze ui. Aardappelsalade is gewoon zo'n kant-en-klare. Heb ik even een bordje gedaan. Dus te veel met de ui. Dit soort salades hebben we heel veel gekocht. Hoe heet het ook alweer? Ginger ale hebben we gekocht. Verder hebben we van die frikandelletjes gekocht en hamburgers. Ook dit, hoe heet het? No idea. Zelfs ijsjes gekocht, waterijsjes, normale ijsjes. En heel veel drinken. Jongens, ik zit inmiddels weer in de auto met Nessie. Ik word het huis uitgezet, hij brengt me naar Honey. Hij wil me niet meer thuis hebben, het is verboden voor vrouwen. Vanavond moet ik je weer ophouden. Het is guys night vandaag. Ja. Ik heb mijn katten mee, ik weet niet of je ze kan zien. De katten mogen ook niet, er zijn ook vrouwen, die mogen ook niet blijven. Alle vrouwen uit huis. Dus ik heb nog niet eens gegeten en mijn handen stinken nog steeds aan kufte. Allah. Maar ik wil er niet uitgaan, ik heb al 10 keer mijn handen gewassen en het gaat er gewoon niet uit. Luister, een vrouw waarvan haar handen ruiken naar kufte is een goede vrouw. Ja, rot op. Echt vies man. Ik heb heel erg trek gekregen, dus ik hoop het gewoon niet heeft gekookt. Hard. Ja, ik heb geen auto. Ik kan er nergens heen. Inmiddels ben ik al zo'n 2 uurtjes bij Honey met mijn katjes. Hi lieverd. En we hebben net eten besteld. Ik heb kip van de kipgalerij besteld. Ik laat jullie even zien. Kijk, dat ziet er zo uit. Ik heb kip met de saus piri piri. Want je kan kiezen volgens mij uit piri piri en knoflook. En ik heb piri piri, die is iets pittiger. Ik ben inmiddels opgehaald door Nessie, die je volgens mij niet eens kan zien. Hij heeft een heel leuk verjaardag gehad, toch Ness? Heel gezellig, en mijn stem is weg. Hij heeft me net allemaal verteld hoe het allemaal is gegaan. Ze zijn helemaal losgegaan, zelfs de politie is langsgekomen. Helemaal top. Wij zijn nu onderweg naar Goes, want deze auto willen wij vandaag nog terugbrengen. Want anders moest hij het morgenochtend terugbrengen en dan gaat hij waarschijnlijk niet redden. Hij is helemaal brak. Dus we zijn nu onderweg naar Goes. Daar halen we even onze auto op. Het wordt best wel een lange ritje. We zijn dan sowieso 2 uur onderweg. En
nou licht of niet? Ja. Jongens, ik heb het lampje hier gevonden. nee, maar dat wordt dus best wel een lange rit. Want we zijn 2 uur onderweg sowieso heen en weer. En Nessie heeft zelf heel de tijd lopen bakken voor zijn vrienden. Is wel echt schattig. Maar hij heeft zelf nog best wel veel trek. Hij heeft nog maar 1 broodje gegeten. Dus misschien gaan we ook wat eten ergens. Niet dat er heel veel keuze is, behalve McDonald's. Maar ja, dat een beetje. Oh ja, en onze katjes zijn natuurlijk mee. Die zitten achter. Okay, jongens, jullie zien het niet heel goed. Maar dit is de maan. En het is een volle maan. Leuk hoor, Ben. Ze zeggen meestal dat je heel erg anders voelt als het volle maan is. Dat je anders voelt. Ja, dat het heel veel doet, zeg maar, met je. Ja. Je wordt verliefder op je. Ach. Zo, wij hebben onze normale auto weer. Ja, die maakt een stuk minder lawaai. En die Mercedes is weer terug. Jij gaat hem missen, hè? Maar nou, hij gaat tanken niet zo missen, denk ik. Ik ga tanken niet missen. Want hij heeft elke dag 100 euro betaald sinds hij die Mercedes heeft, alleen aan benzine. Nee, maar het was wel leuk voor even die 2 dagen, maar ik ben wel weer even blij dat hij weg is. Wel leuk, een keertje. Ja, toch? Voor je verjaardag. Wij gaan nu richting huis en de katten werden een beetje onderweg een beetje schreeuwerig, zeg maar. Dus we hebben ze net even een beetje gehaaid. En nu gaan we rustig naar huis. Ik ga helemaal stuk. Dus net zie je die ruikt opeens poep. Maar dat komt door deze werkers hier. We zijn aan het werken, maar het ruikt hier, zeg maar, best wel goor. Gaat hij zijn auto aan de kant zetten? Om aan de kont van Lira en Dina te gaan ruiken. Nou, jongens, wij zijn aan het tanken. En de katten zijn zo onrustig, hè. Dat is echt niet normaal. Ik zei nog tegen Nessie, we moeten de katten echt even bij Honey laten en dan morgen gewoon ophalen. Want we moeten gewoon 1 uur in, 1 uur weer terug. Maar ja, Nessie heeft natuurlijk weer niet geluisterd. Wat is het? Zo, eindelijk thuis! Hey! Hallo! Nou, even kijken naar de schade, jongens. Nessie gaat nu dus zijn cadeautjes pas uitpakken. Ik ga stuk. Hij heeft parfum gekregen, laat zien. Katje. Dat is minder voor een lekkere dag. En hij heeft nog meer parfum gekregen. Ik ga stuk. Armani Polo, dit is wel echt vet, man. Ja. Mooi hoor. Mooie cadeautjes heb jij. Mannen geven elkaar altijd heel mooie cadeautjes. Maar wij zijn ook heel makkelijk. Nog een Armani Polo. Je hebt echt vette cadeautjes, man. Maar trouwens, hij heeft hier ook koptelefoons gekregen. Voor zijn podcast. Ja. Echt leuk. Oh, wat is dat? Oh, dit is dat wel. Nou, Bijenkorf. Nog een shirt. Oh, wat vet. Wat voor shirt is dat? Tommy Hilfiger en... Oh, Tommy. Bosch. Oh! Vet, hè? Ja. Vind ik heel leuk. Echt leuke cadeautjes, hè. Zo, jarige Job, hoor. Nu voel je je echt jarig. Leuk, hè? Ben je al je cadeautjes uitgepakt? Ja. Ben je blij? Heel blij. Nou jongens, ik denk dat het weer een beetje het einde van de vlog is. Ik heb de frituurpan weer aangedaan, want we hebben allebei niet echt goed gegeten. En we gaan nog frikandellen eten nu. Super slecht, maar we gaan deze dag gewoon even goed afsluiten. Ik ga lekker even snacken. Nessim ook. En daarna gaan we heel erg snel naar bed. Het is nu inmiddels bijna 4:30 of zo. 's Nachts. Dus ik ga de vlog hierbij ook afsluiten. En ik zie jullie hopelijk morgen weer. Doeg!